Motje. Ik wil van Sien af. Hij wil van Sien af, maar je bent met Mien getrouwd. Wat is dit? Ja, nou, dat is een verspreking, Nee, luister. Mien heeft mij opgebeld vanmiddag. Er is een intermediair bij geweest. Jullie huwelijk ligt op straat. Maar ik moest goed luisteren. Ik moest eruit krijgen bij jou of jij nou een relatie hebt gehad al die tijd met Sien. Oh. Is dat waar? Want nu wil je van Sien af. Ja, dat blijkt nou. Ik heb me versproken. Hij heeft zich versproken. Dat is de eerste keer in zijn leven. Ik lieg het nog achter de park lopen. Maar ik moest luisteren. Weet wat Mien me gezegd heeft? Ik wil van hem af. Ik hou het niet meer uit. Oh nee. En nu zeg jij dat je van haar af wil. Ja. Jullie willen van elkaar af. Oh, is het zo? Hij weet niet eens wat er aan de hand is. Jij liegt gewoon, want zij wil van je af en dat doe je net of jij van haar af wil. Ja, ja, inderdaad. Hij geeft het toe, wat is er aan de hand en niet goed met je hoofd of zo? Je geeft alles toe. Heb je dat nooit gedaan? Nog nooit van zijn leven nog iets toegegeven. 20 jaar rommelde niet met je zien. En ik moest van Mien, moest ik vragen of het waar was dat jij al heel lang met je zien rommelde. Ja, dat is ook zo. Hij bekent het weer, dat kan het mooie Mien vertellen straks. Maar moest luisteren. Weet je wel waarom Mien van je afgaat? Nou, als je met een ander begint, dan gaat het misschien van weer precies hetzelfde gedoe. Oh ja. Ja, oh ja. Die man is gek, geloof ik. Oh ja, dat weet je toch wel? Nou, ik weet... Weet je waarom ze van je af wil? Dat weet ik. Oh ja? Ja, dat weet ik, ja. Waarom dan? Nou, ze noemt jullie seksleven een en al viezigheid. Oh ja, nou. Het liefdesleven bestaat niet. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar je hebt het wel gedaan. Oh, is dat zo? Ja, ik weet het niet hoor. Ik weet niet, ik ben er niet bij als jullie de liefde bedrijven. Maar ze hebben wel tegen mij gezegd. Ons liefdesleven of seksleven, ik kan het niet eens een liefdesleven noemen. Ons seksleven is een onviezigheid. Ja, maar, nou, als ik dat hoor, dan heb ik eigenlijk al een beetje kotsneigingen. Maar moet je luisteren, Mien kan jou van alles vertellen. Maar je moet naar mij meeluisteren. Hoe kan het nou? Je hebt toch allemaal bekend? Ja, ik heb je het. Je had toch allerlei viezigheid met zien? Oh, kijk, ja? Als je twee wijven tegelijk hebt, dan vind ik toch al een beetje viezigheid. Oh. Ja, bij de ene haal je wat, bij de andere laal je wat. Oh, dat vind ik heel erg naar. En je kan elkaar aansteken. Je kan, als zij de griep hebt, dan kan Mien ook de griep krijgen. Oh, nou, ik markeer nooit wat, dat weet je wel. Dan gaat het niet veel, maar je bent misschien wel een bacillendrager. Oh. Gewoon een bacillendrager. Ja. Dat heb ik nog nooit gehoord, Blakie. Je hebt nog nooit iets gehoord, hè? Nog nooit. Maar luister, noem me geen Blakie, want dat is mijn meisjesnaam. Ik heb nu een andere naam, dan ga je ook helemaal niks aan. Maar ik wil jou eens even iets zeggen. Ja. Je kan hier wel liggen klagen, maar je hebt het allemaal zelf gedaan. Mien kon het niet meer met je uithouden. Ze maakt het ook niet meer goed, want ze hebben die intermediair erbij gehaald. En die man die zegt, ik weet het niet meer hoe ik ze aan elkaar moet plakken. Maar die man die zei, ik heb dit gaat helemaal buiten mijn boekie. Ik heb ervoor gestudeerd. Ik heb de computer helemaal nagekeken. Maar zo'n eentje en zo'n huwelijk. Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Is dat zo? Ja. En het ligt helemaal aan die man. Nou, en dat komt niet vaak voor. Het is meestal twee ruzie. Twee kijven, twee schuld, hè? Maar het lag helemaal aan die man. En dat ben jij. En wat heb jij hierop te zeggen? Nou, Dat, ik zie dat een hele hoop dingen die fout zijn gegaan. Die liggen aan Mien gewoon. Het ligt gewoon aan Mien. En de intermediair, die zegt, het ligt helemaal compleet aan die man. Dat hebben we nooit meegemaakt. Je bent full van psychologen, man. Echt waar? Full van psychologen. Maar luister, ik wil er niet te lang over praten, want ik word er een beetje zenuwziek van. Oh, is dat zo? Ja, ik word er zenuwziek van. Jij gaat naar zien. Je kan kiezen. Nee, je hoeft niet meer te kiezen. Alles wat voor jou overblijft, is zien. Zien, ja. Wat Mien wil je niet meer. Dat heb ik nou gezien. Dat heb je gezien? Met Mien en zien. Ik heb gezien. Hij rijpt ook nog. Hij kan rijpen. Dat had ik niet achter me gezegd, hoor. Nee, dat had ik niet gedacht dat hij kon rijpen. Nou joh. Maar vertel. Je gaat nu naar zien. Ik ga naar zien, ja. Ik ga Mien bellen dat je de rotzooi op komt halen. En die schilders, ezels en alles wil ze kwijt, maar die staan gewoon in de kamer. Je hebt er gewoon een zooi van gemaakt. En, maar één ding wil ik nog weten, voordat je naar die scene gaat. Ja, en dat is? Nou, dan moet je niet zo nieuwsgierig zijn. Ik wil weten
wat dat was met die viezigheid. Viezigheid? Wat was er voor viezigheid in jullie liefdesleven? Scheidde je in bed of zo? Of wat heb je gedaan? Ik ben altijd heel keurig. Nee, je bent niet keurig. Anders had zij niet gezegd en die man, die intermediair, heb ik ook gezegd. Ja? Dus er is viezigheid in bed geweest. Oh ja? En wat? Ja, oh ja, dat weet je wel. Wat was die viezigheid? Vertel me dat nou. Nou, dat kan ik niet onder woorden brengen. Want dat, zo vies was het. Zo vies. Echt waar? Oh, hoe vies was het? Het was behoorlijk vies, ja. Kijk, hij bekent het, maar de details, die kent niet, die gaat hij niet vertellen hoor. Maar ik zal jullie vertellen dat ik het wel weet. Ik heb het geweten. Oh ja? Ja, ze hebben me alles verteld. Oh. Nou, ik ben zelf, ik vind, zo dat je naast je zit, ik ben gewoon vies van je. Wat jij allemaal hebt uitgesproken. Oh. Ja, ik ga het niet vertellen. Dat kan niet in de openbaarheid. Nee. Want als dit in de openbaarheid komt, dan gaan alle mannen dat nadoen misschien. Er zijn van die mannen die alles leuk vinden. Nou, dan krijgen we allemaal viezigheid. Oh. Nou, we willen geen viezigheid hoor. Dat zit er zo in elkaar. Ik ben blij dat van mijn Henk af en die wil me ook niet meer. Maar hij gaat nu naar een andere wijf. Misschien doet hij bij dat wijf ook die viezigheid. Heb jij ons op mijn Henk geleerd, die viezigheid of zo? Nee, daar weet ik niks van. Nou, laten we het er niet meer over hebben. We gaan stoppen. Want weet je wat het is? Ik wil die man hier geen minuut langer in huis hebben. Want als ik aan hem denk wat er allemaal gebeurd is en wat ik bij mijn zuster heb aangedaan. Wat die mijn zuster heb aangedaan. Nou, ik kan wel 3 dagen huilen. Ik kan wel janken. Mijn zuster. Wat hij mijn zus heb aangedaan. Dat is met geen pen te beschrijven. Nee, echt niet. Dus jij gaat naar Sien. En ik hoop dat je het volhoudt met Sien. Want ik zie haar ook heel ongelukkig zijn. Oh ja? Ja, Sien is ongelukkig. Oh. Ja, ik sprak de laatst nog en ze zag er niet leuk florissant uit hoor. Ik moet gewoon zeggen dat ze er gewoon heel afgetrokken uitzag. Oh, is dat zo? Ik denk, nou die heb het niet goed hoor. Die heeft misschien helemaal geen leuke man of zo. Ik weet er niks van. Nee, jij weet nooit ergens van. Nooit weet je ergens van. Je flikt alles, maar je weet nergens van. Het is vreselijk. Nou, ga dan maar naar Sien. Ja, ik ga naar Sien. Ik ga met mijn zuster zo bellen, ga lekker roddelen over je. En ik wil gewoon alle details weten wat er allemaal gebeurd is. En niet alleen van die viezigheid, maar ook andere dingen. Ja, oh. Want er is nog zoveel gebeurd er in huis. Ja, ik wist het wel. Dat huis van mijn zus, dat had een kruis van hier tot Tokio. Oh, het is toch verschrikkelijk. Hè? Ja, het is zo verschrikkelijk. Dat heb ik zelf veroorzaakt. Hij is gek, hij schiet iemand dood, hij gaat het graf dan halen. Zo diep is het hoor. Ja, zo diep is het. Nou, maar laten we even stoppen. Ja, we stoppen. Jij gaat naar Sien. Ja, ik ga mijn zus bellen. Ik heb er 1 dag niet gezien. 1 dag niet gezien, die Sien. Elke dag bij Sien en mijn zuster maar beflikkeren. Mijn zuster maar beflikkeren. Maar ja, weet je wat ze wel zei? Ze hebben wel gezegd, van dat was over 20 jaar geleden of zo. Ze zegt, nou, ik hoop dat hij toch ergens een minnares vindt of zo. Of dat hij met een van die modellen gaat doen, weet je wel, die altijd naakt voor hem staan en die moet schilderen en zo. Maar dan ben ik van die viezigheid af, zei ze. Dus ze was wel blij eigenlijk. Dus je hebt er misschien wel een groot plezier gedaan. Ja, ik heb... Om het met Sien te doen. Ik heb haar heel gelukkig gemaakt. Je hebt het heel gelukkig gemaakt omdat je vreemd ging en dat je buiten zijn huis at. Ja. Nou, dat we... Kijk, en die intermediair die zei, luister, dit heb ik nooit meegemaakt en ik ook niet, want hoor wat hij zegt. Ik heb een vrouw gelukkig gemaakt en vreemd gegaan. Nou, het is niet, niet te bevatten. Het is niet te bevatten. Nou, ik ken er nog steeds niet bij, hè. Echt, ik ken er niet bij. En oh, die Sien, ik heb zo'n medelijden met die Sien. Oh, goh. Dan loopt ze straks met die vent in huis. Nou, ik heb het gevoel dat ik Mien toch wel een beetje op moet vangen, hoor. Oh. Of Sien. Mien niet, hoor. Mien is blij. Nou, ik ga vlug naar Sien, hoor. Ga naar Sien. Dag.